En druk op Van den Bergen, die lost dat nog niet echt lekker op. Dus Cardozo. Geen overtreding natuurlijk. Van de Ven. Van Veenendaal laat los en daar is de kans en dat wordt naastgeschoten. Ja. Daar laat en Van den Bergen van Veenendaal niet zich van een allerbeste kant zien. Daar de trainer. De Bergen die er dus weer een mooie verzorgde ploeg van aan het maken is. Vijf van Heerenveen voor het doel. En die bal wordt net voorlangs gekopt. Prima kopbal van Roos van der Veen. Voorzet van Patiwaal. Die is goed. De kopbal. En dan is het raak door Smits. Een intikkertje. Nadat de bal van Simon niet goed kan worden verwerkt. Ja, je zegt net dat ze zo leuk meedoen, Heerenveen. Gewoon goed voetballen. Dan krijg je zo'n stabielig doelpunt tegen. Zo leidt PSV. Voorzet was goed. De kopbal. Ja, eindelijk is de kwaliteit van Smits als op de juiste plek staat. Maar voor Heerenveen zal dit als een heel zure tegendoelpunt voelen. Hier is Tepbeek. Zelfde actie en schieten. Dat is goed gedaan. En op de lijn gered door Van den Berg. Knuffel van Van Veenendaal. Ja, ze kan er zelf om lachen. Altelaar. Oeh, daar is hij. Ja. Vlag is omhoog. En het doelpunt dus. Dan is hij over de lijn geweest. En is Van der Westing het middelpunt van een volkomen verdiende gelijkmaker. Zij vindt dat het geen doelpunt zou moeten zijn. Daar de hoge bal. Van der Westing kopt. Van Veenendaal sowieso in de fout. Zit hij erin? Zit hij erin? Ja. Lijkt wel hoor. Kan het heel slecht zien. Nou, hier moeten we dat goed kunnen zien. Hij draait naar buiten. Nee. 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 Nee, dus. Simon. Smits. Patiwaal. Begint aan de linkerkant. Het was heel makkelijk langs daar bij Van Ginkel. Patiwaal. Ja, tandje erbij. Dat mag inderdaad wel in verdedigend opzicht. Ros. Hier heeft Harrison wel ruimte. Van de Ven in de achtervolging. Die is er kwijt. De voorzet. Goed verdedigd. De afvallende bal. Voor Nouwe. Patiwaal. Recht op Ochter. Bal draait in. En gaat erin. En nu van heel dichtbij. Kon die eigenlijk niet meer mis. Wat een van de beste kopsters van PSV is. Nu kopt ze weliswaar niet, maar ja. Dames en heren, de stand wordt 1-2. De goede maakster namens PSV met nummer 14, Aniek Nouwen. Mooi gegeven. Nou, dan kan Smits voor haar tweede. Draait strak richting de eerste paal. Koppen eigenlijk maar half. Is dit dan buitenspel? Oh, is dat geen hens? Er wordt geen penalty voor gegeven in ieder geval. Kopballetje, Cardozo. Schietkans nu wellicht. Klaarleggen. Van de Veen. Wie kan eruit halen? Al zo'n 4 minuten bijkomen. Vanmiddag is gekozen tot woman of the match. Oeh, wat een fout achterin. En dat kan dus de derde betekenen, maar dat is het niet. Training en advies, een mooi boeket bloemen. Is de wedstrijd afgelopen en wint PSV de eerste wedstrijd van het seizoen met 2-1 bij Heerenveen. Zwaar bevochten. Dat was zeker nog niet groots van de ploeg van Luiten. En Heerenveen heeft zeer goed weerstand geboden. Maar de treffer van Nouwen zorgt ervoor dat PSV de eerste wedstrijd wint. En Heerenveen dus de eerste nederlaag van het seizoen rijdt.